Goedemiddag, ik ben Tom Meurs. Ik schrijf onder de naam Meurs AM. Ik ben Nederlander. Ik heb een duidelijke Vlaamse connectie, want mijn zoon is half Belgisch, half Nederlands. Ik ben met de Vereniging voor Vlaamse Letterkundige aanraking gekomen toen Chris van Brussel niemand meer had om zijn boeken te dragen naar de boekenbeurs, ongeveer 10 jaar geleden. Ik heb hem toen opgehaald in Auteurnaut en de jaren daarna bij de literaire estafette van VVL ben ik er meestal bij geweest. We hebben ook een paar boeken uitgegeven, proberen uit te geven, opnieuw uit te geven voor het Nederlands. En we hadden ontzettend graag van de contacten met de Hopzak gebruik gemaakt in 2014 om, wat mij niet lukte bij het Vlaams Cultureel Centrum, om Gust van Brussel te eren voor zijn 90ste verjaardag. Maar die contacten had ik helaas niet. Er werd gezegd, ja, we hebben in onze kringen te weinig Gust van Brussel kennen. Ja, zei ik dus, ja, het is nou juist de bedoeling dat hij weer opnieuw gekend wil worden, want hij was zo goed als vergeten sinds de 70e jaren. Is me dus niet gelukt. Hij is wel grotelijks geëerd door de stad Antwerpen toen, voor de 99e verjaardag, zoals ze dat ook gedaan hadden, voor 50 jaar romanschrijverschap. Toch heb ik hier een ander boekje bij me. Ik heb Louis Paul Boon ontmoet in 1967, toen hij de schilderijtentoonstelling kwam openen in Eindhoven van een vriend van mij, Willem Adams, die vorig jaar is overleden. Hij kwam uren te laat en ik mocht hem inleiden. Hij schreef daar een paar stukjes over en hij werd in de trein, ook daarop, hij reed tussen Gent en Ehrenbodegem heen en weer altijd, werd hij door een van de meisjes aangeklampt en zei, nou, je had het niet makkelijk daar in Eindhoven en zo. Nou, Louis Paul Boon heb ik daarna niet meer gezien. Wel heb ik met zijn met zijn schoonzus heb ik een boekje geschreven toen ik haar ontmoette in 2002. En ik ben ontzettend goed met elkaar konden opschieten. Zij was als meisje van 15 jaar in de familie gekomen. En er was een heel stuk geschiedenis dat de familie Boon in Gent woonde, was helemaal niet bekend. Dus toen hebben we samen dat boekje geschreven. Ik draag twee gedichten voor, waarbij ik nu niet iets opschrijf zoals Joske Boon van Moeze praten, want ik heb dat in 4 monologen opgeschreven. Ik kijk nu door de ogen van Louis Paul Boon naar de meisjes die hij in de trein altijd sprak. Opgedragen aan Louis Paul Boon. Het heet Trein vol Vlaamse Giro-meisjes. De Giro is een Vlaamse jeugdbeweging. Je loopt wijdbeens, je voeten plat. Ik kan het heel slecht lezen, moet ik eerlijk zeggen. Geef de jongen een softie. Trein vol Vlaamse Giro-meisjes. 1. Je loopt wijdbeens, je voeten plat in sportschoenen. Je benen wit en onbehaard, blank voor wie dat zo wil zien. De grens van absoluut niet en toch al een beetje in de smaak willen vallen. Je borstjes klein en onopvallend. Behalve die ene die zich schaamt, vooroverloopt, haar lijdentorst. Geen blauwe jurk meer, geen gele stropdas, geen witte sokken, geen baret. Maar een modern, frivol bedoelde rode jumper met capuchon om je bloedrode schaamte te verbergen. Dikke billen in een keki-rok, lomp als een koloniaal op safari. Een ander met een legging toch al, in pantermotief. Terugkerend in een rugzakje, het beetje décolleté tonend voor wat het is. Net te groot nu om met 2 achter elkaar eindeloos het gangpad op en neer te hinkelen. Je benen over elkaar geslagen, een hand tussen je knieën. Veel sproeten en het giechelcliché. Koud met open mond onder een pet, blaast kinderlijk bellen, snuit in een grote zakdoek, duwt een vinger in de lap en veegt neuskap schoon. Maar durft ook al de middel op te steken. Je rijdt liever achteruit, geen oog nog voor wat voor je ligt, waar mannen alles van je willen, Giro-meisje. Dit is een kort gedicht. Het heet ook Trein vol Vlaamse Giro-meisjes 2. Het gedicht dat eigenlijk een tekening van B.L. Bouthoorn wilde zijn. B.L. Bouthoorn illustreerde onder andere de bende van Jan de Lichte. En dan heb je dus tekeningen zoals een relief, dat de beelden dus helemaal
tegen elkaar aanzitten. Wij maken zo'n treinreis en op diezelfde treinreis zag ik dus ook dit, diezelfde Giro meisjes. Met hun drieën op een bank en moe geworden, rustte die bij het raam opzij gedraaid, haar hoofd op haar armen op het tafeltje. Terwijl het meisje naast haar met onderarm en hoofd op de rug lag van het eerste en haar andere arm over haar eigen hoofd heen had geslagen, zo rustte het derde meisje op dezelfde wijze op de rug van nummer twee. En reden ze gedrieën, reden zo tientallen in elkaar verstrengelde trio's richting Brussel.